De leden van de ABLAS, de vakbond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, hebben het voorstel van de directie over een gewijzigde uitbetaling afgewezen. Het gaat om een deel van de lump sum van het wensenpakket 2019-2020. Volgens de gemaakte afspraken tussen het hoofdbestuur, tussen het bondsbestuur en de minister van Volksgezondheid zou vandaag, 15 juli 2021, een bedrag van 2500 SRD overgemaakt worden op de rekeningen van het personeel. Echter, vanwege andere algemene verplichtingen heeft de regering uitstel van betaling gevraagd. Jullie van de directie hebben we dus is er een verzoek binnengekomen vanuit dus het ministerie van Financiën en Volksgezondheid. Van we zijn dus voor de maand juli, we zien dus de situatie, meer nog ook vanwege dus financiële druk met betrekking tot dus de uitbetaling van dus de vakantiegelden. Dat geldt dus natuurlijk niet alleen voor de ambtenaren, maar ook voor dus de ziekenhuizen. Heeft men dus gevraagd om de betaaltermijn te verschuiven. Let wel, te verschuiven. Het bedrag dat overeengekomen is, is met de vakbonden 12.500, die blijft recht overeind staan. Daar is er niets aan gewijzigd. Het enige wat gebeurt is dat men gevraagd heeft van hey, we moeten gezien deze situatie feitelijk het betaaltermijn verschuiven in plaats van vandaag 15 juli, dus na de uitbetaling van vakantiegelden, dus midden augustus. Het gaat over een afkoopbedrag van 12.500 SRD over het wensenpakket van 2019-2020. Dit bedrag zal volgens de gemaakte afspraken over een paar termijnen uitbetaald worden. Vorige maand is het eerste deel al uitbetaald, waarna het tweede deel vandaag zal geschieden. Na de mededeling dat de regering op een ander tijdstip kan voldoen aan deze verplichting, zijn de leden van de bond vandaag spontaan in actie gegaan. De circulaire heeft de leden gisteren bereikt en vanmorgen zijn ze dan in spontaan in actie gegaan omdat zij niet akkoord gaan met de wijzigingen. Namelijk moet u begrijpen dat tijdens de onderhandelingen, toen we het akkoord hebben bereikt, de leden ook hebben gevraagd, maar gaat met jullie haalbaar zijn? Want in feite zijn wij niet gewend in jullie hier extra's te ontvangen. De beleidsmakers hebben aangegeven dat zij het hebben beloofd en dat we voor de 100% erop kunnen rekenen dat het wordt uitbetaald midden juli, tweede tranche. Dus je begrijpt, de mensen zijn verhit. Iedereen heeft op dat geld gerekend, al die medewerkers. En één dag van tevoren, dan moet je eigenlijk horen dat je dat geld niet meer krijgt, zoals afgesproken. En dat die vier tranches, welke de mensen al onder protest akkoord mee zijn gegaan, dat het dan 5 tranches wordt. De secretaris van de bond zegt verder dat de leden vaker water bij de wijn gedaan hebben. Met deze uitstel van betaling is echter de maat vol. De AZP-directeur benadrukt dat dit verzoek breedvoerig is gecommuniceerd met het bestuur. Redan was zich ervan bewust dat de ontevredenheid binnen het personeel zou toenemen. Desondanks heeft ze het voorstel van de regering aan de bond voorgelegd. Volgens haar is er sprake van een overmachtssituatie. Ondanks de actie is volgens de directeur de dienstverlening gegarandeerd. Ik moet dus direct erbij vermelden dus dat de dienstverlening op dit moment gewoon doorgaat. Dus we hebben geen onderbreking van de dienstverlening. Weliswaar is het dus zo dus dat het personeel zich ophoudt rondom dus de poorten van het ziekenhuis. En ik weet ook dus dat de vakbondsvoorzitter, maar ook het personeel zich er degen van bewust is dat wij geven men de patiënten, nog bezoekers, nog de ambulances, nog mensen die het trein moeten opkomen, kunnen belemmeren om dus het academisch ziekenhuis, om het trein van AZ gegeven moment op te komen.